Een polyvalkzeil klaarmaken. Altijd al willen weten hoe je stap voor stap een polyvalkzeil klaarmaakt? Met deze video laten we precies zien waar je allemaal op kan letten, zodat je niets vergeet. Stap 1. We beginnen met het verwijderen van het zeilkleedje. Deze vouwen we zo op dat de buitenkant op de buitenkant ligt. Dit doen we zodat het regenwater niet op het zeil komt als je het na een dag zeilen weer terug op het zeil legt. Stap 2. We maken twee vallen los van een nagelbank. De klauwval en de piekenval. De piekenval zit hoger bevestigd op de mast dan de klauwval. Eerst klikken we de klauwval vast aan de klauw en beleggen we het uiteinde weer vast op de nagelbank. Dan maken we de piekenval los en haken we die vast aan de spruitloper op de gaffel. Ook het uiteinde van deze val beleggen we weer op de nagelbank. Als laatste maken we de kraanlijn los van de nagelbank en maken we die vast aan het uiteinde van de giek. Het uiteinde van de kraanlijn maken we dan ook weer vast aan de nagelbank. Stap 3. De grootschoot zit nog opgeschoten aan de arm van de mik, dus halen we die er even vanaf. Dan gaan we weer terug naar de nagelbank en maken we de piekenval en de kraanlijn los. Tegelijkertijd trekken we deze aan, zodat de giek en de gaffel iets omhoog komen en we de mik kunnen verwijderen. We beleggen de piekenval en de kraanlijn weer op de nagelbank, halen de mik eruit en vervolgens leggen we de mik onder het bankje. Stap 4. Om het zeil te kunnen hijsen, moet de boot in de wind liggen. In dit geval ligt onze boot op halve wind en kunnen we het achterland vast losmaken, zodat de boot rustig in de wind drijft. Dan lopen we weer naar voren en onderweg halen we de stootwielen even binnenboord. Stap 5. De boot ligt in de wind, dus nu kunnen we het zeil hijsen. We maken de klauwval en de piekenval los van de nagelbank. Dan hijsen we de gaffel tot een hoek van 45 graden, waarna we vervolgens aan beide vallen tegelijk trekken om het hele zeil omhoog te hijsen. Een tip tussendoor. Je kan één vinger tussen de piekenval en de klauwval laten, zodat je deze twee vallen niet door elkaar haalt. Nu beleggen we tijdelijk de piekenval om vervolgens met de klauwval het voorlijk op spanning te brengen. Zet de klauwval met één slag om de nagelbank en gebruik je lichaamsgewicht om met één of twee ferme halen de klauw door te zetten. Dit zorgt ervoor dat het voorlijk op de juiste spanning staat. Het voorlijk moet namelijk snoeistrak staan. Nu beleggen we de klauwval en gaan door met de piekenval om de gaffel in de goede stand te zetten. Daarna beleggen we ook de piekenval op de nagelbank en is het grootzeil mooi gehesen. We duiken nu weer even onder de giek door en maken de kraanlijn voor de laatste keer los van de nagelbank. Met de kraanlijn in je hand loop je even naar achteren en haal je de spanning van de kraanlijn af. De enige functie van de kraanlijn is het omhoog houden van de giek tijdens het hijsen en strijken. Nu staat het zeil, dus is de kraanlijn niet meer nodig. We schieten de vallen nog even netjes op en dan zijn we bijna klaar voor vertrek. Stap 6. We lopen naar het voordek en maken het voorland vast los. In dit geval vallen we vol over bakboord, dus geven we de boot een klein duwtje naar bakboord. We lopen terug naar de kuip en nemen het landvast mee. Deze ruimen we op in het gangboordkastje aan stuurboord. Nu we voor in de kuip staan, kunnen we het rolfoksysteem losmaken onder de mast en gelijk de fok uitrollen met een bakboord fokkenschoot. Dan pakken we de grootschoot beet en gaan we zitten op het bankje. We nemen het roer erbij en zeilen netjes de haven uit. Appeltje eitje, alhoewel oefening baart kunst.